rechtbank. Neemt u plaats. Waar ik een aantal dingen wil noemen die eventjes genoemd moeten worden. Ik zal daarna vragen aan het Openbaar Ministerie. U geen vraag hoeft te beantwoorden als u dat niet wilt. En zoals ik al zei... Wilders stelde met opgeheven vinger de volgende vraag. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkaan? Daarop werd door het publiek enige tijd in koor minder minder gescandeerd. Ook werd luid geapplaudisseerd. Wilders sloot af met de tekst, dan gaan we dat regelen. De verdenking luidt dat Wilders met deze uitspraken Marokkanen als groep heeft beledigd. Daarnaast is de verdenking dat deze uitspraken aanzetten tot discriminatie en haat. Dank u wel. Naar aanleiding van de gebeurtenissen van gisteravond waarover met de verdediging contact is geweest. Ik wil ook iets vertellen over zittenmacht. Vrijheden en rechten, terwijl men ondertussen spuugt op onze democratie. En daarmee bedoel ik wel alleen hun vrijheden. We moeten daarom op onze vrijheid en democratie verdedigen, Nederland minder attractief maken. Van de Roosevelt Universiteit in Middelburg op 21 april. Willen jullie meer of minder Mark Rutte? Ja! Willen jullie meer of minder man? In afstand. Taalgebruik en het aanzetten tot haat, belediging van gezag. Ondernemers die niet normaal hun bedrijf kunnen runnen uit angst voor overvallen hiervoor te sluiten. Verander de wetten en passen aan naar deze. Nederland aan het denken gezet over de vrijheid. Dit proces is natuurlijk absoluut niet ver. We leven in een democratie en dan moet je kunnen zeggen wat je wil. Zolang het geen oproep tot geweld is. Oproep van geweld zijn we tegen, maar we mogen wel gewoon zeggen wat we willen. En in Nederland is het helaas zo. Dat je van, wanneer we het dan zo doen, in vakjes zetten, rechts en links, dat links wel alles mag zeggen en rechts niet. En discriminatie. De islam is namelijk altijd beledigd. Het is een cultuur die in de middeleeuwen steken gebleven is. En we willen een algeheel verbod op het